Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit kraamfeest, want de doop is een feest van nieuw leven. Maar het is wel een bijzonder kraamfeest, want we gaan eerst een begrafenisceremonie houden. Want op het moment dat jullie straks ondergaan in het bad, ondergaan in het water, dan leggen jullie je oude leven af. En je begraaft het als het ware in het watergraf, om vervolgens op te staan in een nieuw leven met Christus. En dat is geweldig. Het wordt ook wel genoemd in de Bijbel het bad van de wedergeboorte. En je kan je misschien afvragen, wat betekent dat nu, een nieuw leven? Hoe kan dat nou, een wedergeboorte? En dat is eigenlijk een hele goede vraag om te stellen. Want Nicodemus, een Joodse schriftgeleerde, die vroeg precies dezelfde vraag aan Jezus. Die zei, ja, maar hoe kan het nou dat iemand opnieuw de moederschoot ingaat om vervolgens voor een tweede keer geboren te worden? Kan toch niet? En Jezus gaf erop het volgende antwoord. Ik heb het op een slide gezet, zodat jullie mee kunnen lezen. Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren wordt uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Dus Nicodemus die bekeek het lichamelijk. Maar Jezus zei, nee, het is niet iets lichamelijks, het is iets geestelijks. En om dat te begrijpen, moet je weten dat je geschapen bent en dat je bestaat uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. En ik heb dat op een plaatje proberen weer te geven. Dat staat er al. Het is namelijk zo dat God ons geschapen heeft naar zijn evenbeeld. Het staat in Genesis dat we naar Gods evenbeeld geschapen zijn. En er staat ook in de Bijbel dat God geest is. Dus wij zijn geschapen als geestelijke wezens. Maar de mens is wel uniek. We hebben van God namelijk een ziel gekregen. Dat betekent je persoonlijkheid, je verstand, je emoties, je karakter. Dus we zijn geen klonen van God, maar we zijn individuen met een eigen wil en maken onze eigen keuzes. En we hebben ook een lichaam gekregen, dat we zien, het tastbare. En met dat lichaam, daar wonen we in, daar kunnen we hier op deze wereld in bewegen, in de fysieke wereld. Maar er is ook een geestelijke wereld, dat ook op het plaatje staat. En onze geest, via onze geest hebben we contact met de geestelijke wereld, want God is geest. Maar de Bijbel leert ons dat dat contact met God verbroken is door de zonde. En dat staat mooi beschreven in Efeze 2, vers 1 en 2. En dat op de volgende slide heb ik dat gezet. Kunt u dat ook met me meelezen? Daar staat, u was dood door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van de wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Dus er staat, u was dood. Maar misschien zult u zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk altijd springlevend geweest. Wat wordt er nou mee bedoeld? Maar wat er dus mee bedoeld wordt, is dat je geestelijk dood was. Je geest was dood. Dat is ook de reden dat zoveel mensen ook in deze tijd op zoek zijn naar allerlei contact met de geestelijke wereld. Je ziet het op televisie. Allerlei beurzen, Oosterse religies die hun intreden doen, yoga. Iedereen is op zoek, want ergens missen mensen iets. Je voelt dat je niet helemaal compleet bent. Je bent namelijk als een geestelijk wezen geschapen. En zolang je geest dood is, ben je niet compleet. En er staat dus ook dat we gingen onze eigen weg. We waren God ongehoorzaam. En dat is eigenlijk ook iets normaals in deze maatschappij. Want in deze maatschappij, daar heerst het individualisme. En het motto van deze maatschappij is van, ja, ik bepaal toch zeker zelf wel wat ik doe. Ik ben toch baas over mijn eigen leven? Niet? Het is toch heel normaal om dat vandaag de dag te zeggen. Maar weet u wat er hier staat in Efeze? Er staat dat er dus altijd een geest in je werkzaam is. Ofwel de geest van God, ofwel de geest van de God van deze wereld. Ofwel de duivel. Dus wat er gebeurt is dat we met ons lichaam bloot worden gesteld aan de verleidingen van de duivel. En onze ziel, wanneer we ons laten verleiden, dan maken we verkeerde keuzes. En dan zondigen we. En door die zonde is er een blokkade ontstaan met God. Maar jullie hebben Jezus ontmoet. En jullie hebben een punt bereikt waarop jullie hebben gezegd, nee, ik wil mijn onafhankelijkheid opgeven. Ik wil mijn oude leven, waarin ik mijn eigen weg ging,
wil ik afleggen en ik wil opstaan straks uit het bad in een nieuw leven. Waarin ik niet mijn eigen weg bepaal, maar waarin ik Jezus volg. Een nieuw leven met Jezus. En daarmee neem je Jezus dus aan als je redder. Die voor jou aan het kruis van Golgotha gestorven is. En daar jouw zonde heeft gedragen. En weet je wat nou het mooie is? Doordat Jezus jullie zonden op zich neemt, wordt de relatie met God hersteld. En er komt nieuw leven. Lees dat ook met me mee. Het staat al op de beamer. Colossenzen 2, vers 13. Staat het weer. U was dood door uw zonden, door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Dus op dat moment, toen jullie Jezus aannamen, heeft God jullie opnieuw tot leven gewekt. Jullie geest is opnieuw tot leven gewekt. Jullie hebben een nieuwe geest gekregen. Vandaar dat er ook wordt gesproken over een geestelijke wedergeboorte. Het bad der wedergeboorte. En wat nou zo mooi is, doordat onze geest weer tot leven is gewekt, kunnen we weer communiceren met God. Er staat namelijk in de Bijbel dat we God moeten aanbidden in geest en in waarheid. En met onze nieuwe geest kan dat weer. De communicatie naar God is open. We kunnen weer aanroepen met Abba, Vader. Daarom hebben we een nieuwe geest gekregen om hem met Abba, Vader aan te kunnen roepen. Maar dat is nog niet alles. Het gaat nog verder. Weet je wat nou zo bijzonder is aan die nieuwe geest? Er staat in de Bijbel dat wanneer je Jezus aanneemt, dan verenig je jezelf met Jezus. En dan wordt jouw geest één met de geest van God. Dan word je één met Christus. En ook dat staat al op de volgende slide. Daar staat, en ik heb twee teksten onder elkaar gezet. Want op het moment dat je ze dus zo onder elkaar leest, zie je ook het verband ertussen. Allereerst in 1 Korinthe 6, vers 7, hoofdstuk 6, vers 17. Daar staat, maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. He, dus wanneer jullie je leven aan Jezus geven, verenig je jezelf met onze Heer Jezus en je wordt één met zijn geest. Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En daarom is dat bad, ook het bad van de wedergeboorte, het bad van nieuw leven. Je bent een nieuwe schepping in Christus. Zullen we dat eens hardop uitspreken? Zeg maar nou, ik ben een nieuwe schepping in Christus. Amen. Amen. En weet je nou zo bijzonder is? In het Oude Testament, daar was God altijd met zijn mensen. God was met Abraham, God was met Mozes. Maar hier staat dus dat God in ons is. Dus het is bijna niet te begrijpen, maar dichterbij kan je dus niet komen bij God. Dat is geweldig. En omdat we dus één zijn met Christus, als God dus naar ons kijkt, dan ziet hij Christus. En dan ziet hij dat jouw geest, dat die één is geworden met Christus. En daarom hebben we een nieuwe identiteit gekregen. Een identiteit in Christus. Dus straks krijgen jullie een nieuwe identiteit. En over die nieuwe identiteit, daar valt heel veel te zeggen. En eigenlijk is dat veel te ver. Voert het veel te ver om dat nu in een korte toespraak te doen. Maar er zijn een paar punten die ik jullie wil meegeven. Allereerst, omdat we dus één zijn met Christus, zijn we ook volledig rechtvaardig geworden voor God. Heel belangrijk om dat te beseffen. Er staat, wij zijn één met zijn geest, staat het weer. En in onze geest zijn we dus rechtvaardig. Dat is bijzonder, hè? Dus straks, als je naar buiten loopt en je bent gedoopt en je loopt naar buiten en je begaat een fout, en geloof me, dat gaat echt nog een keer gebeuren. We maken dagelijks nog onze misstappen. Denk dan niet, ah, zie je wel, ik ben zwak, ik ben een zondaar, ik kan het niet. Maar besef je op dat moment dat je een nieuwe schepping bent. En in die nieuwe schepping, in je geest, ben je volledig rechtvaardig. En laat de duivel je niks wijsmaken, want hij probeert je te veroordelen, maar hij kan je niet meer veroordelen. Dus wat je doet straks, op het moment dat dat gebeurt, dan bied je weerstand tegen de duivel. Dan stuur je hem weg. Dan verzet je jezelf. Want het staat ook in de Bijbel, als je je verzet tegen de duivel, dan zal hij van u vluchten. En waarom vlucht hij? Omdat de duivel weet dat hij niet langer macht over jullie heeft. Er staat, volgende tekst,
dat we bevrijd zijn uit de macht van de duisternis. En dat we overgebracht zijn naar het rijk van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Dus dat weet de duivel en hij probeert het nog wel. Maar op het moment dat jij beseft wie je bent in Christus en weerstand biedt, weet hij dat hij machteloos is en zal hij van je vluchten. En daar houdt het niet mee op. In je nieuwe identiteit in Christus ben je krachtig. Waarom? De kracht van Jezus is werkzaam in je. We hebben dezelfde kracht gekregen als Jezus. En dat gaat heel ver. Dus volgende tekst, lees het even met me mee. Dit zijn Jezus' woorden die ik nu lees voor u. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Dus dit zegt Jezus. Dus wat hij zegt is van, jullie zullen nog meer doen dan ik. En we weten allemaal wat Jezus heeft gedaan hier op aarde. Jezus heeft zieken genezen. Jezus heeft demonen uitgedreven. Jezus heeft zelfs mensen tot leven gewekt. De doden laten opstaan. En toch zegt Jezus tegen ons, jullie zullen meer doen. Want ik ga immers naar de Vader. Dat betekent dus, wij zijn nu Jezus vertegenwoordigers. Daarom hebben we ook een nieuwe identiteit in Christus. Wij vertegenwoordigen Jezus hier op aarde. En Jezus is één met ons. Onze geest is één met de geest van Christus. En daarom werkt ook de kracht van Jezus in ons. En op het moment dat we dat gaan geloven, op het moment dat we in die kracht gaan staan, ja, dan gaat de wereld er anders uitzien. En tot slot, wat ik jullie nog wil meegeven, is dat die nieuwe schepping, het nieuwe leven dat jullie gekregen hebben, dat dat een eeuwig leven is. De dood heeft geen macht meer over jullie. De dood is overwonnen. Het staat zo mooi in Titus 3, vers 7. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Er staat ook dus dat we niet meer zullen sterven. En misschien vraag je je af, ja, maar hoe zit dat? Dat betekent dus je geest, die is opgewekt. We hebben een nieuw leven gekregen. Dat was een geestelijke wedergeboorte. En die geest is opgewekt met de opstandingskracht van Christus. Dat betekent dus, die zal niet meer sterven. We hebben nog niet een nieuw lichaam. Als je straks opstaat uit het water, zie je er nog precies hetzelfde uit. En als we sterven, dan zeggen we dat we de geest aan God geven. Ons lichaam sterft, maar niet onze geest. En ooit zullen we ook een nieuw opstandingslichaam krijgen van Christus. En er staat, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Wij zijn overwinnaars in deze wereld. En zelfs de dood heeft geen macht meer over ons. Tot slot wil ik, volgende slide misschien, wil ik nog een verhaaltje aan jullie vertellen. En het is een bekend verhaaltje, sommigen hebben het wellicht al eens eerder gehoord. Het is het verhaaltje van het circusolifantje. Als zo'n olifantje klein is, dan wordt hij aan een ketting gelegd en met een paaltje zit hij vast. Het paaltje zit in de grond, kettingje eraan, hij zit vast. Maar omdat hij nog zo klein is, probeert hij wel los te komen, maar dat lukt hem niet. En uiteindelijk gaat dat irritaties opleveren, doet het pijn en probeert hij het niet meer. Maar na verloop van tijd groeit hij uit tot een gigantische olifant met enorm veel kracht. En nog steeds zit hij vast aan dat paaltje in de grond. En hij heeft kracht genoeg om in één keer dat hele paaltje eruit te rukken, alles los te slaan. Maar hij doet het niet. Omdat hij niet beseft dat hij krachtig is, dat hij een sterke olifant is geworden. En weet je, dat is ook zo. Op het moment dat je niet weet wat je nieuwe identiteit is in Christus, en niet beseft dat je krachtig bent, dat je rechtvaardig bent, dat de duivel geen macht meer over je heeft, dat je eeuwig leven hebt, dan moet je er ook zo naar gaan gedragen. Het staat ook prachtig beschreven op de tekst, op de slide. Tekst alsjeblieft. Staat in 2 Korinthe 3, vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus dat betekent dat we hebben nu een nieuwe geest. We zijn een nieuwe schepping en dat is een nieuw begin. De doop is dus een keerpunt. Dus ik wil jullie aanmoedigen om niet stil te blijven zitten na de doop, maar om te gaan onderzoeken wie je bent. Ik heb net een paar punten opgenoemd, maar er is nog veel meer over te zeggen. Dus ga op zoek naar wie je bent in je nieuwe identiteit. En we hebben nu een nieuwe geest.
En op het moment dat we straks buiten lopen, dan hebben we ook nog steeds onze lichaam. En ons lichaam en onze ziel. En onze ziel, daar maken we onze keuzes. En we waren gewend om te luisteren naar ons lichaam. En onze eigen verlangens te volgen. Maar nu hebben we een nieuwe geest. En die geest is één met God. En op het moment dat we dus de geest gaan volgen, dan gaan we dus anders denken. We gaan ons anders gedragen in onze nieuwe identiteit. Weet u, dan verandert God u van binnenuit. Het is niet meer dat ik God moet gehoorzamen, maar ik wil hem gehoorzamen. Ik word namelijk gedreven door de liefde van Christus. En op het moment dat we dat doen, dan gaat Jezus met je aan de slag. Dus ik wil je aanmoedigen, ga op zoek naar de waarheid voor je leven in de Bijbel. Ga kijken wie je bent. En vind je dat misschien lastig? Volg dan bijvoorbeeld eens een fundamentencursus. Of heb je vragen, worstel je ergens mee, kom dan naar ons toe en willen we je graag helpen. Maar ik wil eigenlijk vooral zeggen, doe het vooral ontspannen. Want Christus heeft alles al volbracht. Het moet geen werken worden. Maar jullie mogen gewoon op een ontspannen manier met Jezus op pad gaan. En hij zal je verder brengen. Hij zal je veranderen. Weet u, een kleine persoonlijke noot. Het is 4 jaar geleden dat ik zelf in dit bad gedoopt ben. En toen ik daarboven kwam, had ik nooit kunnen denken dat ik ooit nog eens dopelingen zou toespreken. En zo is het. God gaat met je aan de slag. En God heeft een plan met ieder van jullie specifiek. En dat is geweldig. Mochten er nou nog mensen in de zaal zitten die denken van, hé, ik wil ook het oude achter me laten. Ik wil ook een nieuw leven. Kom dan straks na de dienst naar voren. Dan gaan we met jullie bidden. Dan stellen we jullie voor aan Jezus. En hij zal jullie leven veranderen. Amen.